Op de Vermeerlaan staat een doorslaggevende actie voor het broodproject. Leg eens uit, broodproject. Dit is het broodproject van Baren Help Paris. Dat is een project dat we de allerarmste mensen in het dorpje Roemenië in de wintermaanden van brood voorzien. Dat doen we middels een bonnenactie. Dan krijgt daar alle mensen krijgen een bon en die kunnen dan één keer in de week een brood ophalen. En wij betalen dan de bakker daar die dat bakt. Dus het werkt aan twee kanten. De mensen hebben brood en de bakker heeft werk. Wat vindt u van zo'n dag voor Baren? Wat doet dat voor u? Wat belangrijk? Nou, ik vind het sowieso belangrijk dat we zien wat er voor activiteiten allemaal hier plaatsvinden. Hoeveel mensen daar vrijwillig mee bezig zijn. Ook professioneel natuurlijk. En de juiste combinatie van Monumentendag, Gemeentedag en Culturele Dag is natuurlijk een prachtige gelegenheid. Het blijft nog steeds droog. Het is wat spannend, maar dat geeft niet. Dat is ook wel leuk. En ik zie heel veel mensen, want ik ben nu even een rondje aan het maken. Want ik heb even het gemeentehuis gelaten. Dus ik moet daar wel weer snel naar terug. Maar ik zie gewoon dat er heel veel mensen op pad zijn. En dat er heel veel mensen enthousiast zijn. Nou, daar gaat het om. Deze stand, wat betekent deze stand? Nou, deze stand, dat is. Ik heb dus twee dingen. Ik heb hier een aantal producten die ik gekocht heb in Accra. Bij vrouwen, eigenlijk een aidskliniek. Waarbij vrouwen dus een eigen kleine atelier hebben. En daar kralen maken en tassen, Afrikaanse tassen. Die heb ik dus ook zo ingekocht. En nou, ze vinden het altijd heel leuk als ik daar wat haal. Want ja, het punt is in Afrika, geld geven heeft eigenlijk veel minder zin dan dat je mensen werk geeft. We moeten de naam van de aap raden. Nee, u moet het gewicht van de aap raden. Hij is van massief hout. En de eerste prijs is een tas en de tweede prijs is een kleine aapjesfamilie. Nog steeds op de Vermeerlaan is ook kinderboerderij het Kanton. Hoe is het met de kinderboerderij nu? Het is... Een goede vraag. Nee, op zich gaat het best goed met de kinderboerderij. Er zijn heel veel ontwikkelingen, maar waar nog niet heel veel duidelijkheid over is. Er wordt gepraat over samenwerking met de Amerpoort, maar dat is nog steeds niet duidelijk of dat daadwerkelijk doorgaat. En, daar zijn we nu over in onderhandeling, zeg maar. En verder op zich met de dieren gaat het heel goed. Nou, zijn jullie op een culturele markt met als doel? Donateurs werven. Misschien vrijwilligers, mensen die bestuursfuncties willen gaan doen. Dat is eigenlijk de meeste. We hebben wat dieren, jonge dieren die we te koop aanbieden. Is de belangstelling? Ja, we hebben al net twee graspakketjes verkocht. Dus dat is leuk. En kinderen kunnen gezellig aaien? Kinderen kunnen aaien. Ja. Ja. Dat werkt natuurlijk altijd. Ja, dat werkt heel goed. Ja. Als er aaibare dieren mee, dan dat werkt. Ja. We staan bij de stand van Eemland RTV. U bent nog niet zo heel lang natuurlijk in Baren. Wat vindt u van Omroep? Hoe waardeert u dat? Nou, ik denk dat het een heel goed communicatiemiddel is tussen ons als overheid en de burger. Want jullie zitten daar tussenin en proberen de lijnen in stand te houden. En proberen ook soms wel eens kritisch datgene te volgen wat wij doen. En dat vind ik goed, want daarmee word je als gemeentebestuur gedwongen om goed te letten op wat je doet. Want ik vind dat we belangen van burgers moet je goed behartigen. En als er iemand tussen wal en schip dreigt te vallen, ja, dan moeten wij dat natuurlijk wel oppakken. Maar dat signaalfunctie die de pers heeft af en toe is ook heel erg goed. Ik hoop alleen dat het een, laten we zeggen, positief kritisch is. Dat vind ik altijd prima. Negatief kritisch, daar ben ik niet zo gek op. Maar als dat niet gebeurt, dan denk ik, nou, dan hebben jullie een fantastisch toegevoegde waarde. En een gewei op, misschien trekt dat ook wat. Ja, dat zouden we kunnen proberen volgend jaar. Hadden we kunnen doen, want die herten van ons, die hertenbox, verliest elk jaar zijn gewei. En ik heb er één, ik heb er niet aan gedacht. Volgend jaar. Ren gauw naar huis. Hey, jullie zitten voor het hertenkamp. Hoe is het met hertenkamp? Het hertenkamp waar. Het is hartstikke goed met hertenkamp. De gemeente heeft dus begrepen dat het echt onmisbaar is in Baarn. En zijn nu heel bereidwillig. Hoe is het met de scouting? Goed, we zijn binnenkort 100 jaar. Of zijn we afgelopen jaar 100 jaar geworden. En dat is in heel Nederland geloof ik iets van 14.000 of zoiets. 15.000. En bij ons, wij kunnen nog wel wat leden gebruiken. Hoe komt dat het steeds een probleem is om leden te krijgen? Ja, mensen die denken dat de scouting heel duf is. Dat uniformpje en dat is niks voor mij en dat is militaristisch. Maar ja, je gaat niet in je mooiste baljurk ga je in een boom klimmen. Nee. Is dat nog steeds zo, boom klimmen?
Ja, boomklimmen, maar ook gewoon dingen in de natuur doen, buiten spelen. Maar voornamelijk ook jezelf ontplooien. Jezelf vinden, dat is wat scouting is. Educatief? Ja, maar op een speelse manier. Ja, ja zeker. Ja. Vrienden van Kantelspark op de Vermeerlaan, culturele dag. Hoe is het met Kantelspark? Ik bedoel, jullie hebben een hoop schade geleden toen met die storm. Ja. Hoe is dat nu? Ja, nou gedeeltelijk is dat wel weer hersteld. Maar bomen die omgewaaid zijn, daar heb je niet 1, 2, 3 weer van dezelfde grootte voor. Dus, jullie zijn wel op zoek. Er wordt druk aan gewerkt. Er is een beheercommissie die samen met de gemeente dus helpt om het park zo goed mogelijk weer in zijn oude luister, zoals dat heet, te herstellen. Dus, nou, jullie hebben aardig wat foldermateriaal, dus er is wel wat. Ja, we hebben pas nieuwe posters en ook een nieuwe folder. En sinds kort ook een website. Nou, op de Vermeerlaan op een grasveld zie staan er wat enge mannen, eng uitgedorst. Stellen jullie eens voor, want wat is dit? Nou, wij zijn een LARP-vereniging, Live Action Roleplay. Dat wil zeggen, wij spelen situaties, spelen we na, middeleeuwen, noem maar op, te vergelijken met Lord of the Rings. Die verhalen, die verhaallijnen, veel politiek spel, noem maar op. Normaal gesproken gaat dat in hele grote groepen. Wordt gevochten met speciaal daarvoor ontwikkelde wapens van latex, vaak zelf gemaakt. Qua kleding vaak zelf maken. Het gebeurt in bossen, bij kastelen, noem maar op. Het zijn veel verenigingen die dat doen. Het varieert van verenigingen van 20 tot 600 man. In Engeland heb je de Gathering, daar doen 6000 man aan mee. Dus dan zijn er 6000 van die gekken in een pakje aan het rondrennen om iets leuks voor elkaar te krijgen. Moet je een beetje gestoord zijn of niet? Ja. Alle respect hoor. Ja, je moet een beetje gestoord zijn. En gezellig gestoord. Nou heb ik begrepen dat er wordt verbouwd binnenkort in het gemeentehuis. Is het dan zo dat we misschien mogelijkheden kunnen gaan creëren om daar misschien de bewoners meer ook te laten informeren over wat er dan binnen de bekende vier muren van het gemeentehuis gaat plaatsvinden? Nou, op zich kan dat natuurlijk. Hè. De moderne techniek gaat steeds verder. We zijn bezig met na te denken over een andere manier van verslaglegging van gemeentelijke stukken, van vergaderingen die de gemeente houdt. Dat kun je tegenwoordig heel makkelijk doen door ze op de website van de gemeente ter beschikking te stellen. Nou, de televisie en ook de radio hebben daar ook dat kunnen voordeel mee hebben. Want dat gaat denk ik dat de toegenomen mogelijkheden met van internet en dergelijke moeten we gewoon gebruiken. En dat kunnen we ook interactief doen op termijn. En het vergt wat voorbereiding. Maar het lijkt mij een prima middel om ook als Eenmaal TV daarop in te spelen. En wij zullen als gemeentebestuur natuurlijk daar ook mee bezig zijn. Is dit nou een stekelig onderwerp of niet? Nou, voor mij niet. Nee, wij zijn gek op bijtjes. Dus kijk, een rozenkweker die is niet bang voor een prikje van rozen. En een bij een imker die is niet bang voor een prikje. Maar dat gebeurt niet veel hoor. Dat gebeurt wel eens, maar dat vinden we niet erg. Jullie hebben hier nu geen bijen bij je? Jawel, er staat hier een bijenkast, een showkast. En daar zie je dus de bijtjes in en dan kun je een beetje zien hoe het werkt, rijlt en zeilt. Dit is een honingraam. Aan de achterkant, daar kun je zien, daar zit wat stuifmeel in. Dat is het donkere in het midden. Maar de rest hebben ze honing in gedaan. Ze doen er steeds een klein beetje honing in, verdampen ze het. En weer honing en nectar en dan verdampen ze het weer tot het 74% suiker is. Dat kunnen ze dus meten. Dan doen ze er een dekseltje op. Wordt het dicht gemaakt. Wij halen dat er met een honingkam, halen we die dekseltjes eraf. Dan gaat het dus in de slinger, dan wordt het geslingerd, loopt het door de slinger naar beneden, vangen we op via een paar zeven en dan gaat het rechtstreeks de potjes in. Dus er wordt verder niks meer gedaan. Wij komen hier net aanlopen. Vuur, warmte, is dat je passie? Ja, dat is mijn passie. Het vuur ontbranden in de menigte. Een mooi goed gevoel van blijdschap en geluk en eendracht in de mensheid te verspreiden. Wat een theorie zit daarachter. Ja, dat is ook inderdaad zo gekomen. Een behoefte aan vrijheid, reizen en trucjes doen vind ik ook natuurlijk heel leuk. Kom je uit Baren? Waar kom je vandaan? Ik ben geboren in Breda, maar opgegroeid in Hilversum en Amsterdam. En sinds 1988 reis ik festivals achterna, gelegenhedenfestivals. Ja. Dat is een culturele dag. Dan denk ik van, dat zou leuk zijn als mensen het leren. Kunnen mensen het ook leren hier? Dat is nu aan de hand. Dus ik ga nu de koffer opengooien. En dan kunnen mensen die willen even in de Diabolo spelen. Dat kan. Maar niet al te veel. Want dat is natuurlijk een beperkte ruimte. Dus we moeten daar wijs mee omspringen. Ja. Maar ik heb ze bij me. Dus mensen kunnen aan de slag. Hoeveel brandwonden heb jij in de loop van het leven opgelopen? Nul. Hoe komt dat?
Nou, omdat ik verstandig ben met vuur. Dat zal het zijn. En dat komt door die campagne van kan ik er wat aan doen? Weet u die nog? Ik kan er wat aan doen. Dat hebben jullie aardig voor elkaar op een culturele dag trouwen. Ja. Nou. Was dat zo gepland? Nee hoor, het is gewoon toevallig.